Zeg, kind, wat er? Wat moet ik zeggen? Dat telde ik tot aan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dank je. Dank je? Ja. Ik kom moezend heel bij. Ja. 1, 2. Ja. Duid. Hij loopt. Je bril scoren zijn. Herman, u bent geboren in Lauwe, u bent afstammeling van Vlaster van uit een Vlastersfamilie. Vertel eens uw oudste herinneringen van Lauwe en dat Vlas. Wel, mijn oudste herinneringen zijn dat ik nog roten heb zien doen in de rijen. Maar dat was. Dat is het oudste, dat, ik kan niet zeggen hoe het ging, maar ik weet dat er daar ekkens lagen. En dat mocht er meegaan met mijn vader. En onder de zware ekkens die in lagen. En dat moest, dat weet ik nog. Ja. En de rest, mijn grootvader was Peter Versliweert. Oei, dat is niet in orde. Hij loopt. Nou, ja, doe maar. Wel, ik ben afstammeling van Petrus Liebeert. Ja, 8 kinderen. Ik geloof 3 dochters en 2 zonen. En hij was een Vlasser. En mijn oudste herinneringen zijn dat ik met mijn vader mocht meegaan. En dat ik de eggen zag liggen in de leien. Maar. Hoe en wat er dan mee gebeurde, dat kan ik niet meer zeggen. Ik weet het, maar ik heb het uit horen. En, maar voor de rest, ik heb het zelf niet meer in de hand. Wat ik vervolgens weet, dat ik de Vlascommerce in zijn eeuw heb meegeleefd. Dat wil zeggen dat ik meegegaan met Frankrijk om te slijten. Dat waren dan de boorden. Zodanig dat de vlammers, de slijtmachine kon achterkomen om heel het veld af te slijten. Nadien komt dat vlas toe, die klaar die gesleten is, dat komt toe. En Lauwe, wat hebben we dat gedaan? We hebben het ontbolst. Of hoe moet ik het noemen? Normaal gesproken zijn ze bij me geboord. Repelen. Bij ons was het tussen 2 rollen. Repelen en met hamers. De boothamers? Met de boothamers, we hebben dat allemaal gedaan. Een bootmachine en die was aangedreven met een elektriek. Met een elektriek. Ja. Ik heb dat zelf gedaan, Herman? Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik heb zelf niet. Ja. Die manoeuvre niet gedaan. Ja. Maar dat rond, tussen 2 rond, dat heb ik veel gedaan. Ja. En, om de heppes te breken. Om de heppes te breken, ja. Ja. Dan verder wordt dat opgewakt in bundels. Meestal in bouillons. De bouillons, dat is dan klaar om te gaan roken. Dat zijn dus 2 vlas. Stoppers. 2 glasbundels, ja. Die kop en staart tegen elkaar liggen, dat zijn dan, men noemt dat de bouillons. Dan moet dat gerood worden. Ik heb geholpen met punten vallen, punten trekken, dat was dan allemaal in de rode rijen. Dat was in grote kamers, die afgesloten waren met een deur. Die het water die erin kwam was gewarmd en door het feit dat het warm water was, werd het rotingsproces versneld van 2-3 weken in de leien tot 2-3 dagen. En zo moest dat dan in kap aangezet zijn, dat moest dan gedraaid zijn. Dat was deels om te drogen, maar ook deels om te bleken. Dat was dat tweevoudig, dat proces. En dan moesten we dat weer opbinden. En terug naar de schuur. En dan was dat klaar om te zwingelen.
Dus dat werd dan eerst gebrakeld. Dat was een rol. En dan moest het gezwingerd worden. Hè. Alle zwingermachine heb ik, ja. Deel gedaan, een jaar doorgebracht. Ja. En was dat al met de sterrenmolen of nog? Of was dat met de turbine? Nee, dat was een sterrenmolen. En nu en dan ik in de slag tegen mijn knuckles. Dat zijn allemaal dingen. Als ze op die manier vlas bewerkt, komt dat onvermijdelijk tegen. Ja. En ik heb dat ook enkele keren ervaren. Ja. En dan was het zo dat in het zwingergod, dat er iemand zijn neukers tegen het vlas is, en was er algemeen een lach. We moesten dat niet denken, want het is eigenlijk een zeer. Dat was algemeen een lach. Ja, nou, telefoon. Ik kan... Hij loopt nog even. Ja. Ja. Na het zwingen is het vlas nog een keer opgemaakt in de botenkamers in Wevelhem. Het vlas ging altijd naar Wevelhem, daar worden de botenkamers. En dat vlas werd dan verzonden naar Engeland. Dat was het oostelijk vlas als zodanig afgewerkt. Ja. Nu dat zwingelen was met de sterrenmolen, ja, elektrisch aangedreven. Heeft het vlasbedrijf ook nog een turbine gekomen later? Maar later is de turbine gekomen. Eerst was het allemaal met de sterrenmolen. Ja. Dan is de turbine gekomen. We hebben er ook nog mee gewerkt. Maar dat was een heel ander procedé. Het vlas werd daar in lijnen gelegd, verstrooid. En dat ging tussen de riem. En dat passeerde de molens en dat werd en halverwege werd dat vlas overgenomen. En dat werd dus nog een keer aan de andere kant gezwingen. En dat kwam dan uit tussen die, hij moest dat dan weer in de bonden leggen. Hè. Mm-hmm. Ja, ik heb dat ook nog gedaan, maar ik heb dat nog niet veel gedaan. Maar... Waar bevond zich het vlasbedrijf van uw vader? In Louwe. In Louwe, en waar ergens? In de Menenstraat, hè? In de Menenstraat, hè? En Louwe leefde toen ook grotendeel van het vlas in die periode? Louwe was waarschijnlijk hoofdzakelijk het vlas, hè? Want ja, de Witte Litaar was daar als. In Niederstraat waren er enkele vlassers. En de Witte Litaar is daar gekomen. Eigenlijk ook een kleine, want het bestond de Witte Litaar allemaal. Ik moest naar school lopen, vlakbij de fabrieken van de Witte Litaar. En later is heel die school dan verdwenen en is dat ook ingepalmd door de Witte Litaar als gebouw. En de school is dan gekomen, nu wat het de voetbalplein is, aan de andere kant van de voetbalplein. Hè, is de school gekomen. Aan de voetbal van de Witstaar. Ja. Daar is de school. Het roten gebeurde in Roodputten. Had uw vader zelf een roterij of nee, ging hij aan roten? Roterij? Nee, wij gingen altijd aan roten in de passatie in Meen, ofwel in Buskhuis in Wevelhem. Ja. En de passatie, is dat een naam of is dat een coöperatieve? Nee, Buskhuis is een boerderij. Ja, maar die eerste dat je dat noemt, passatie? Passatie, dat is een boer. Ah, die noemt zo? Een boer, ja. In Menen? Ja, die noemde zo. Ah ja. En hoe dat een boer zelf een zuster noemt, dat weet ik niet meer. Ja. Maar hij had een hele reeks roodputten gezet. En hij had veel meersken om te drogen. Hè. Dat was zijn hoofdzaak. Dus daar en ook bij Buisgaard, maar dat was dan in Wevelhem. Bij Buisgaard was in Wevelhem. En dan later hebben de Moerangs in Louwe. Vier putten gezet. Dat was maar op 200 meters van ons deur. En we gingen dan daar. En het was er een ding ook, een turbine. En we gingen daar gaan turbinen. Mm-hmm. Ja. De oorlog kwam eraan, Herman. Dank. In 1940 wordt Herman Libeert 15 jaar. Hoe beleefde die periode? Ja, 15, 16 jaar, ja. En dan was het vlas, deed me nog een beetje verder, maar dat is dan tamelijk rap gestopt.
Want mijn vader wilde niet werken voor de Duitsers. Mm-hmm. Dat was gedaan. Uitgesloten. Ja. Uitgesloten. En wij zaten zonder werk. Hè. En waren er die wel werkten voor de Duitsers? Er waren er, niet veel. Ja. Er waren er. Die Duitsers waren vragende partij voor Vlas. Ja, ja, want Vlas was gevraagd. Het Vlas dat wij dan nog hadden, hebben we zeer duur kunnen verkopen. Ja. Maar we hebben niet meer opnieuw ingekocht. Gefabriceerd. Ja. Ja, dat was het. En op welke basis werd er dan overleefd in die periode? Wel, je haalt op eten. Ja. Er was niet veel meer. Ja. En we waren met 6 thuis in Leiden. We waren er 7 geweest, we waren met 6. En dat was overleefd. Nee. Ja, planktrein. Ja, een planktrein. En links en rechts bij de boer had er een zakje eraan gaan. En dan ergens laten in bloemen malen. Ja. Zo proberen te overleven. Ja, en naar school gaan was er ook geen sprake meer? Naar school gaan was er geen sprake meer van. Hè. Ja, hadden wij vroeger in de school gezeten, dan konden we verder doen. Ja. Maar op dat moment waren we niet in school. En we gingen misschien wat verder doen, maar op dat moment waren we er niet. En dan is het niet meer van gekomen, want dat kon niet meer. En ook 17 jaar, of 16 jaar was zeker. Ja. Ben ik gaan onderduiken. Dat was dan eigenlijk nog niet echt onderduiken. Want wij waren met 6, zoals ze zeggen. Hè. En we hadden ons geld op. Hè. Ja. Zo, als er een jongen van 16 jaar weg kon zijn, dan was er één die min moest eten. Hè. Die min moest eten gegeven worden. Ja. En ik was dus bij een onkel, pater, in Leuven. Hij was de prior, een onkel van mij. En ik ging daar naartoe en ik werkte dan een beetje op een boerderij, een beetje van alles, een beetje in de keuken. Maar dat was ondergedoken? Dat was op de eerste baan niet. Maar dan, 3 maanden later, was mijn broer opgeroepen. Die was 2 jaar ouder. Je broer was 2 jaar ouder? 2 jaar ouder. En hij was opgeroepen. En in plaats van te gaan, mocht hij bij mij komen in Leuven. Ook bij nog in Hazerode. In Hazerode. En wij zijn daar samen. Ja, 2 jaar geweest, hè, totdat Norlo daar was. Totdat Norlo voorbij was. Hè. Dus ze zat daar redelijk veilig, maar dat was toch... Zaten daar veilig, niet veilig, hè, ja. Want de Zwarte Brigade had ons gevonden. Hè. En ze zaten op ons hier. Hè. We hebben er 2 schuilkaders gebouwd. We hebben echt ingezeten. Hè. De eerste was onder de sacristie. Ja. Van de kapel, of van de kerken. En dat was een soort wijnkelder. Want ze konden dan een beetje wijn inleggen, maar voor de rest was het dan een kelder. En wij hadden een valluik gemaakt in de sacristie. En we konden met een trap naar beneden gaan. En voordat we de valluik toededen, konden we met onze andere hand een tapijtje dat lag, overslaan, valluik toe en tapijt achter. En van niemand die zag wat we zaten. Als er dan nog iemand in de buurt was, dan kon hij er nog rap een kandelaar opzetten. Want in de sacristie zaten er altijd wachtende kandelaars, die op dat moment niet gebruikt worden, een kandelaar erop. En dan kwamen de Duitsers voorbij, want men ging dan maar in als er onderhoud was. Hè. En dan, dat was dan plezant, hè. Bonken, bonken, bonken boven uw hoofd, die Duitse soldaten die daar op zoek waren. Hè. Ja. Ze wonden niet, ze wisten dat de kader eronder was. En ze gingen naar de kader gaan kijken waar dat die plaats was. Maar dat was een lange hang. Het klooster heeft altijd een pandhang. Hè. Dus een hang waar ze rond kunnen halen, voor processen en zo. En dat was rondom zo'n kelder. Maar het was eerst een hang. En naast die hang waren er allemaal kamers of ruimten. En een van die ruimten was de sacristiekelder. Maar waarmee maakten we vuur? Voor de sauvage van het klooster. Met hout. En in die hang lag er op heel de lengte
een meter breed, zo, allemaal oud, die gereed was om te verbranden. Zo, het was de langste deur, he, want het zat er, en wij zaten in een kader, zonder deur. He. Zo, dus, ze zaten het, maar ze vonden het wel een kader, maar dat was dan een chauffagekader. En dat was dus, het was opgelost, dus dan zijn de kader gevonden. Ja. En toen hebben wij de oorlog doorgebracht, maar dan nog een kader, of liever een schuilplaats gemaakt op het derde verdiep. Want Leuven was gebombardeerd. En er waren veel vluchtelingen dan mijn onkel, dus de prior, aanvaard dat om daar te slaan in die pandhang. Dat lag daar vol stro. En alle mensen brachten wel matrassen mee en dat lag daarop. En die waren onder de mensen sliepen. Maar nu, bij die onder de mensen zit er altijd ergens een afreksel. En dat was er iemand die ons overdragen had, dat het dan jonge mensen waren. Die eigenlijk er niet in pasten in het kader van die paters. Hè. Ja. Zo, en begonnen ze ons te zoeken. Hè. Ze in de plaatsen van veilig waren mijn eigen onveilig. Ja. En we hebben zo nog een jaar geleefd in die onveilige situatie. We hebben af en toe bezoek kregen. Hè. En de laatste drie weken in de doorbraken, zoals ik. Konden we daar ook niet mee gaan, maar we moesten daar ergens passeren. Want dat die mensen, nou, anders konden we niet aan onze schuilplaats geraken. Zo, wat hebben we dan gedaan? We hebben een tweede schuilplaats gemaakt op het derde verdiep. En we zijn daar niet meer van weggegaan. We zijn er dus de laatste drie weken op dat derde verdiep gezeten. En een kamer van een pater, dat is een vierkante plaats, op de ene kant een enkel bed, op de andere kant zijn tafeltje met zijn bureautje, zoals hij. En verder is er dan iets, hè, voor te slapen, voor te wassen, voor te moeten naderen. Zo, dat bed was afgemaakt met een lambrisering. En we hadden dat goed bekeken, en we maakten die lambrisering los, en we maakten er een skof van. Dat dat omhoog komt. En die hank nevens die cel, dat was de laatste cel. En de laatste was er een trap naar boven, naar de bibliotheek. Zo, men dat doet, uitgeweerd. En in de noek onder dat bed was er juist een noek vrij om daaronder die trap te kunnen. En we hebben er een gat gemaakt. En dat geprobeerd, groot genoeg dat we erdoor konden. En dan gekeken wat dat er daar binnen was, he, of dat dat leefbaar was. He. En dat waren aan de muur waren er verschillende stenen, ik ken die stenen met die haartjes in. He. En wij gingen dan zo'n steen aanzetten en we hadden verse lucht. Want anders is daaronder, dat was zuiver cementstof. We konden er niet in blijven, he. Waarom wij stil bleven. We konden niet anders stil blijven. Ze hadden mij daar voor zo'n gat. He. En om erin te gaan, we moesten er zelfstandig kunnen nemen zonder hulp. He. Dus we deden dat skof omhoog. We zaten een stokje onder. We gingen erin en we konden dat aan een stokje wegpakken, zelfstandig te doen. We moesten voor een alonder een bed, of door dat gat, om ons te verdunnen. Dus dat was eigenlijk zeer angstig. Ja, dus de relatie met uw broer is een hele speciale relatie die je nooit vergeten hebt. Ah, nee. Mijn broer dat was kon er een keer tegen spreken, tegen die Hollands kunnen spreken. Ja. Maar we bleven alles bij zo. Als het oorlog gedaan was, we konden ons niet meer sterven. Ja. Van de angst. Hè. Als de oorlog gedaan was, terug naar Lopen gaan. Maar ik, als de oorlog was niet gedaan, want de Duitsers waren Leuven passeerd. Dus wij dachten, we zijn vrij. Als ze de Leuven passeerd zijn ze door Brussel en zijn ze weg. Dus we gaan aan de andere kant optrekken. Hè. En we gingen met geluk tot er met een camion tot echt tegen Brussel. En toen een stuk trein.
En we zijn dan, ik weet niet meer, tot Oorlem geraakt, ik geloof tot op de kant van Loudenaarde, met een trein. En dan zijn we te voeten naar Kortrijk gegaan. Maar we waren de richting van Doornikop. En we zien de mensen en ze zeggen, jongens, zijn ze mogen daar niet gaan, want de Duitsers zitten nog in Doornik. Je loopt er rechter nog aan. Oei. Dus wij veranderen van richtingen. En we zeggen, wat is de beste weg naar beneden? Gaan we ons daar, zeggen ze. En trachten we wel om de banen van Kortrijk te vinden. Zo gezegd, zo dan. En dan hebben we een moment geluk gehad. Komt er juist een jeep af van de Witte Bende. En ze zien ons. En ze zeggen, dat is verdacht. Twee zulke jongens. Dat kan toch niet dat die rondloopt, hè. En stom, we zeggen, ja, we zijn op de vlucht. We komen weer van Leuven en we zijn in Kortrijk in Loo geraakt. Dan zeggen ze, stap maar in, we gaan er voeren tot in Kortrijk. Tot aan de Langebeekesteenweg. Moet je daar afzetten. Ik zeg, dat is goed. Dan hebben we gezien wat dat nodig was. Hè. Van de Langebeekesteenweg. Tot aan de Markensteenweg. Ja. Door de Congo-stelsel. Maar we zijn gewoon over de ruis van nu. En weet je wat dat was? Juk. Dat was één put. We wisten niet wat we waren. We waren in de verwoeste vest. We wisten niet wat we waren. En het eerste dat we moesten herkennen, dat was de Markensteenweg. We stonden er aan de beken. Naar enkele huizen. En al die erachter was naar Kortrijk toe, dat was volledig weg. Ja, het de hele put achter, dat was geen straten meer. Zo, we waren dan in Marken en we zijn dan te voeten weggegaan, al onder de brug. En weet je weet wat dat de café was van Duems in Marken? De Bien-Aurie. Ah. Juist aan de hoek daar, he. De Jardin. Café. De Jardin. En tot een look bij, tot een Bien-Aurie bij. Ja. En mijn broer kende daar iemand. Ik weet niet meer of de dochter of de zoon was. Enfin, we gaan daar binnen. En we zeggen, we zijn er nu toch al hier. Ah ja. En van waar komt dat vandaar? En de vertelling gedaan. En moet je er nu nog naar lopen? Ja, we moeten naar lopen. Ja. Dan zeggen ze, we gaan de noten doen stoppen. Wanneer een auto nu stond van de bende, want het is dan een beetje te horen, de bende komt west met dit van niet. Als een auto nu stond, dan naar de voet nog lopen. En we zijn voet tot de ploegplaats. En we zijn dan te voet uit tot de Meenestraat, maar we waren dan dicht. He. Die hebben we tussen worden, he. Westen zal dat met komst worden. Tamtam had nog gegaan. Ja, ja. Dat was fantastisch, he. Ze wisten al dat we dat worden. Ja. En zo, we hadden nog geen enkel bericht hier. He. En dan waren we weer thuis. Ja, dat was een ongelooflijk weerzien. En wij waren dan 17 jaar en een half. Hè. En onze zusters hadden vertrouwen. We waren 13 jaar, 14 jaar. En we komen thuis en het zijn de twee jonge meisjes. We waren opgeroeid. Hè. We waren in één keer 16 jaar. Hè. En we kwamen dat we liever met bijna tegen ons zuster niet spreken. Want dat waren in één keer grote meisjes geworden. Ja. We waren geen kinderen meer. En ja, maar dat is dan natuurlijk rap geëvolueerd. En wij spraken gewoon Nederlands. Wij waren 2 jaar bij de paters geweest en dan is er niet anders gesproken. En mijn zuster verstond ons bijna niet meer. Dat was de situatie, want dat is natuurlijk rap opgeklaard geweest. En dat was dus het slot. Wat is er dan gebeurd? Het vlas ging niet. Mijn vader kon moeilijk naar haar beginnen, want ze had wat opeten. En hij had niet meer genoeg om mij te weer te starten. Hè. Ah, ja. En hij heeft dus werk gezocht. En ik zei tegen mijn vader, is er toch geen werk in het vlas? Van de school gaan. Ik ben naar de vakschool gekomen in de avondlessen.
In het Kortrijk. Mechaniek, hier in het Noordersysteemwerk. En dan, na een maand of zo, ik zei tegen mijn vader, we hebben toch hier geen werk. Het vlas, dat gaat niet. Ik prutste hier nog een beetje aan het vlas. Ik zei, mag ik niet in de daglessen blijven? Dat is toch verloren tijd anders? Maar ja, zegt hij, doe dat maar, hè. Dus naar de directeur gekomen. Mag ik naar de daglessen komen? Ik stond het eerste jaar in de daglessen doen en het tweede jaar in de daglessen. En dan zegt hij, dat gaat toch niet aan? Ik zei, mag ik het niet proberen? En bij ja, zegt hij, mag je dat proberen? Ja, dat is verzekerd, dat is in orde. Hier moet een hard werk mee. En nadien vertelde hij mij, die in een oude zat. En ja, die toch niet aan vlijf, ik kan me laten doen. Dus je volgt het eerste jaar in avondschool, ja. En het tweede jaar in dagschool, tegelijkertijd. En dat wil zeggen dat ik nooit vrij was. He. En ik kwam dan thuis en ik moest er dan blokken, studeren, om mee te kunnen. He. Want ze waren al een maand nog verder dat ik begon. En dan vrienden en kennissen en dan al die boeken van andere leerlingen afgeschreven, want er waren nog geen boeken, het was allemaal afgeschreven voor mij. En ik moest het dan leren. In hetgeen die voorbij was. Ik weet nog goed, de eerste uitslag van de eerste termijn was ik de vierde. Directeur. De vierde. En dan van het trimester mee dan. Ik had een blok van binnen. Mijn moeder en mijn dikke moeten wakker maken. Dan klaar te slapen op mijn boek. En toen nog het tweede jaar gedaan, dat was toen het derde jaar. Hè. En vanaf die eerste keer, de vierde, ben ik tot het einde dat ik gestopt ben, altijd niet eerst geweest. Ja. Daar kon ik niemand tegen doen, hè, want ik was, het zat in mijn vingers. Hè. Mijn moeder was van afkomst van de Smessen van Gelaam. En ik was daar veel geweest, ik was er 16 jaar en half geweest in de Smessen. Zo, ik had toch veel gezien gebeuren en dat zat waarschijnlijk een beetje in mijn vingers, want dat mechaniek, van zodra ik in school was, dat was voor mij een droom. Gaan we even, want dus, ik ga uit op de achtergrond. Ja. Madame, hij mag te veel aan weet. Madame. Ik hoor het niet. Ja, die kamer, die moet ik het micro zetten. Ja, voelen. Zijn we er wat? Ja, we zijn er wat. Ja, dus uw school hebt daar 3 jaar gedaan in 2 jaar tijd. Er is nog een mooie anekdote dat ik moet vertellen uit de periode dat ik van het derde jaar. We deden dan natuurlijk theorie, maar ook praktijk. En in die praktijk was er onder andere draaien, frezen, schaven. Alles, hè. En in een van die draailessen moet ik daar een bepaald stuk draaien. En de andere leerlingen waren allemaal 4 jaar jonger dan ik. Hè. En ja, als kind dat ik deed, was natuurlijk niet juist, hè, want dat was de eerste keer dat ik dat deed. En dat was meester De Baveille. En die kwam bij mij. En dat was dus in het Vlaamse zei, een gloeiende zot. En hij begint daar uit zijn kramen te schieten en kabal te maken, want ik kwam nood nee, van de leerling. Hij moest hem sterk houden tegenover al die andere hartjes die 4, 5 jaar jonger waren of ik. Ik heb toegang dat hij mij ook meester kost. Hè. En ik kan het razen, hè. En dat hij het geraasd was. Meester maak ook wat zeggen. Ik zei, al hetgeen dat je gezegd hebt, is waar. Het stek is niet juist. Ik zei dat precies daarvoor dat ik gekomen ben om dat te leren. Ik zei, als ik dat moet kunnen, kan ik dat niet. Ik kan er hier niet komen. Hij viel in. Je viel in het blad. Ja. 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 Je was niet gewend dat er iemand antwoordde. Hè. Maar ik was dat gewend van mijn mensen om te gaan. Die veel hoger worden dan ik. 2 jaar bij geleerde mensen zien.
En wat ik die meeste daar stond, of iemand anders, of mijn zus gelijk, hè. Mm-hmm. En die verschoot daarvan. Maar we zijn de beste vrienden. Ik kon niks met mensen doen. Hij stond altijd bij mij om te houden. Ongelooflijk. En nog altijd, tot hij lag op pensioen was, hij was hier op de prof. Maar nog altijd, altijd beste vrienden. Mm-hmm. En ziet hoe een dubbelke kan draaien, hè. Alleen maar door een klein feitje. Ja, en dan ben ik verder terechtgekomen bij Van de Wielen. In Marken? In Marken. Ja, ik ben niet langer zonder werk geweest. Dat is tamelijk krap. Dus nu gaan we verder gaan met je carrière bij Van de Wielen. Van de Wielen. Weet je waar je dat je daar roosters noteerde, Herman? Ja. Dus ja. Herman werd bij Van de Wielen. Ja, moet ik dat erbij zeggen. Van de Wielen had in Lowe geen goede naam. Nee. En dat was een plaats waar de kansen niet gingen gaan werken. Het was namelijk zo dat ze daar vielen. In en uit liepen. Hè. Dat was gedurende gaan vervangen, gaan, weggaan. Dat was er nog een tijd. Een beetje de naam van een duivenpot. Ik had er mijn geld, zak, blunderskoer en weg. Hè. En een onkel van mij, die Van de Wielen kende, vroeg of dat hij werkte over een jonge gast die juist uit school kwam. Maar die zegt: heb je hier wel aan mijn leuk met je? En. Ja, zegt Van de Wielen. Is die man bekomen om zoiets te doen? En het enige dat mijn onkel zei, ik kom met mijn gisteren naar de markt. En mocht er gaan. Zo. Hun eerste job door bij Van de Wielen? Hun eerste job was natuurlijk de laatste trap. He. Klein draaibankje, visjes en van alles te draaien. Na een maand of twee zat ik op een andere draaibank die al helemaal beter was. Maar ondertussen bleef ik niet zitten, niks en dat is hier mijn plaatsje niet. Ik moet goed gaan. En kijk ik nog korter gekomen naar een tech. Dat was toen een tech. Ja. Gewoon vooral wat dat komen kostte van lessen. Ik heb dus Frans, Engels, Duits geleerd. Ik heb de weefkunde gestudeerd bij Roekhard. Ik heb toen een jaar verschaven gedaan hier in de school, vooral de verschillende technieken van weven te leren. En ondertussen waren we 5 jaar ver. Hè. Ik had dus niet anders dan gestudeerd. Maar in die 5 jaar was ik al ver vooruit van de winkels, want ze zeiden wel dat er niemand was om daar ook in de ruitbankje te stellen. Ik ging dan naar een grotere machine en ik ging dan met een pigaar. Dat was de grootste machine die in Van de Wingen stond. Een kotterbank voor boringen, voor batige te vrezen enzovoort. Ondertussen kom ik hier naar de vakschool, de expositie.
En ik vraag aan een van de ingenieurs, de leraars, dat ik goed kende. Want ik was natuurlijk een uitzondering daar in school. Ze kenden hem niet allemaal, he, in het eerste jaar en het tweede jaar te waren wel enzovoort. En ik zeg, bestaat er niets, zo, maar dat kan een examen doen, dat ik hogerop kan. Ja, dat zegt hij. Maar natuurlijk ging het niet zeggen, zegt hij. Want zat ik een keer in school, ben ik een keer de man. En zegt hij gewoon een hand, ik wil het adres geven, de oren en evenheidsschool. En dan kun je meedoen aan een examen voor leraar in de pretentie van het middelbaar onderwijs. Moet je dat kunnen, zegt hij, dan zit je dan. Je kunt toch nog lessen geven, zegt hij. En je weet niet of dat er nog allemaal bij kan komen. Ik legde mij in, links en rechts. Uiteindelijk weet ik wat dat moet doen en ik ga naar dat examen. Maar ik moest eerst vragen aan de wie ik mocht naar dat examen gaan, want ik moest 3 dagen afwezen zijn. Dat was tegen een tijd, 3 dagen weg zijn, ja. Je weet wat dat precies iets, hè. En 3 dagen die machine stellen leggen, dat was niet zo vanzelfsprekend, hè. Maar ik zei, doe dat maar. En nooit te veel bagage. En ik doe dat. En op z'n was, de eerste 2 dagen praktische proeven. En de derde dag lessen geven. En de 4e dag wachten. Ja. Wachten, ziet u? Totdat er bericht kwam. He. De ene keer was er bericht. Geslaagd. Mocht dat er mijn examen gaan. Onderscheiding of grote onderscheiding, ik weet het niet meer. En ik was dus in één keer gelijk gestart met regent. Dat was dus een enorme stap. He. Mm-hmm. Kom dan van de wingers. Wil je dat toch gesteld? Ik zei, goed. Nu is dat zo. Leg maar je machine stellen, kom direct binnen in het bureau. Dat doet hij in het minuut. Leg maar je machine stellen en kom direct een bureau. Ik had een bureau, een bos. Ja. Kijk, je kunt geen werk in de technisch bureau. Dus ontwerpen, tekening maken enzovoorts. Je weet wat hij moet doen. Goed. Ga maar die ene kiel, zegt hij dus. Ik zei het ook. Dan was hij aan de rust, al die kielen komen weer en we gaan eraan beginnen. Dat was dan nog een tijd, dezelfde moest het zorgen voor de kleren in de fabrieken. Je kreeg dan nog geen kleren in de fabriek, je moest er zelf voor zorgen. Ik ga naar huis, komen terug, ze leggen me uit wat dat moet doen. Ga in de montage. En begint het te vragen aan de meestergasten, aan die machine die in montage staat, wat dat er daar te veel aan is, of te weinig. Want in sommige stukken staan er daar een stuk gietijzer aan. Als je niet weet waarom dat eraan staat. Ze hebben nog nooit gebruikt. Dat staat eraan. Omdat dat een overschot is van de kopie van de machine. Verstaat? En een keer in vraag stellen, uw eigen in vraag stellen. Allee. Ja, ja. Binnen ja. Het bedrijf, uzelf in vraag stellen. De vraag stellen aan de meeste gasten. Wat markeert er hier aan die machine? Wat zou er hier beter kunnen dan zijn? En wat denk je daarvan? Dat was natuurlijk razend interessant voor mij. Hè? Ja, zo leerde ik in één keer die machine kennen waar ik voor werd. Hè? En na een tijd bekeek ik opdrachten om te ontwerpen. Dus die machine, je weet nu dat er dat en dat er te veel of te weinig aan stort. Maar toen een keer een ander ontwerp van dat die machine een ander uitzicht krijgt. En die dat allemaal. Maar ik had de chef van onze technische dienst, was de zoon van de werkhuizen van Dommelen van Gullem. Een schoonzoon was getrouwd met de dochter van Dommelen. En ik kende hem zeer goed, zo wel koopman. En ik had dat in door en ik ging doorlopen met de avondlessen. Ik zei, als die man
hier in Jeneke weg is, moet er iemand klaar zijn om hem op te volgen. En ik studeerde meer of normaal, ik het zo zeggen, hè. Om klaar te zijn en in de ontwerpen werkte ik mee aan echte ontwikkeling. Hè. En door het feit dat ik die taal geleerd had, gebrekkig, maar ik kon altijd meespreken. Niet over alle onderwerpen, maar over de technische onderwerpen was ik goed. Op een duur moest ik bij klanten gaan. Vooral Duitse klanten. En die klant me vroeg toen dit en dat. En als eens ga ik gaan kijken, krijg je dan naar Duitsland, krijg je dan naar Engeland, krijg je dan naar Italië. Maar ik was dan nog altijd hulp. Ik was technisch tekenaar. Maar in één keer van de ene dag naar de andere, hij valt dood. Een hartcrisis. Dus van dat is zowel dan de chef, samen tas, is je weg. In één dag, hè? En dan. Ik had dat verwacht. Ik zei dat gaat vroeg of laat gebeuren. Hè? Ik had hem daar naartoe. Een baas op zijn technisch bureau begin. Staan er allemaal recht rond het bureau van Bas van der Wielen. En hij zegt, ja, Joël, ga niet meer weerkeren. Je gaat dus de leiding nemen in het bedrijf van zijn schoonvader. We hebben dus geen chef meer van de technische dienst. Wie kan er dat hier zijn volgens uw mening? En ze keek naar mij. Dat is in orde, zei ik was. Want hij nam beslissingen. Ik heb 3 weken van spreken. Het is goed, zei hij. Van nu voort zijn je chef. En mocht je nu zorgen dat er goed eruit. En ik heb toen de verschillende machines gemoderniseerd. Mijn eerste druk was een bestaande machine volledig in een nieuw kleedje te steken. Ik had dus geen risico genomen. Hè. Ik had nieuwe machine gemaakt, opzij. Maar in feite was het dezelfde machine, maar ze was een beetje sterker, links en rechts. Ze kon een beetje meer, ze kon een beetje rapper draaien, omdat ze een beetje sterker gebouwd was. Maar verder had ik niets. Geen cruciale wijzigingen. Ja. En dat was natuurlijk. De baas was natuurlijk zijn opjes. Hè. Je zag dat zijn machine een ander model kreeg. Hij kwam toen altijd erbij staan, wat ga je nu doen en dat. En of er iets speciaals moest berekend worden. Zo is dat hij zei, dat is iets, dat ga ik die gokken doen. Hij was een burgerlijk ingenieur, heel een baas. En hij berekende dan voor bepaalde dikte van een as bijvoorbeeld, dat je zei, kijk, dan moet alles in zo zwaar zijn. En ik kreeg daar rekening mee en die ontwikkeling ging op die manier voor. Na een aantal jaren, ik moet zeggen, heel de fabricatie was veranderd. We deden niet alleen velour, epinglé en roentapijt en dubbelstuk. Heel dat gamma was gemoderniseerd en wel precies of het allemaal nieuwe machines waren. Daar komt daarbij dat we ook tafels maken, controletafels. Dus het zweven en dat draait over de controletafels om te kijken of er fouten waren. En die fouten konden dan gecorrigeerd worden. Zulke tafels maakten we ook. De nabewerking van het tapijt, skeren, imbriferen, dus een beetje open. Ik had dat allemaal zien draaien in de fabriek. En daar werd over gesproken, we zouden dat ook met hebben. Hè. En toen die machine een keer gaan beter bestuderen in de weverij, met toen een tondeuze, imbrifeuze, lustreuze. 3 dingen uit mijn machine. Ik was eerst schoon, was dan gekampt. En het werd dan zo met een soort was
daar een keer over gevreven. Zodanig dat een briljant tapijt was. Hè. Ja. Die machine hebben we ook, verschillende van gemaakt. Met een aparte tondeuzen gemaakt, tot 4 meter breed. Allee, heel het gamma van tapijt hebben we daar gemaakt. Op een bepaald moment zeggen ze in het bureau, er is iemand weggevallen, zeggen ze, een verkoper die technisch vaardig was, en we hebben nu die vaardigheid niet meer in de verkoop. Dus we vragen aan u, zullen we in de verkoop komen om de klanten met raad en advies mee te staan, eventueel bezoek te doen enzovoort enzovoort. Ik zeg, dat was professor Van der Wielen die mij dat vroeg. En zegt hij, ik zeg, mag ik dan een keer een dag opwezen? Om me dat te zeggen, dat is zeer onverwacht van mij. En Sanderdaas, hoe is het? Zegt hij, papa, zeg ja. Ik zeg, er is hier geen keuze. Zeg, ik kan komen naar de verkoop, dat is geen probleem. Maar ik zeg, wie staat er dan in de constructie? Een jonge ingenieur die dat 2-3 jaar is en die het nog niet in kent. Ik zei, je pijst dat hij het kent, dat ongeluk. Hij moest je niet gepijzen dat hij het kent, dat zou een rampen zijn. Je zult vragen, maar je pijst dat hij het kent. Ik zei, dus, ik zeg, dat is een ramp, dat is een ramp. Ik zei, ja, maar zegt hij, mag ik kiezen? Ik zei, als je niemand nodig hebt voor te verkopen, hoe je niet kunt verkopen, dat is in mijn fabriekje meer. Hè. Zei, we hebben dus geen keuze, ik moet komen, maar er moet wel versterking komen op een of andere manier. En waar zegt hij, ik moet het anders doen. Kom hier en superviseer je de verkoop, de constructie. Ik voelde me al komen, met een A3 diploma. En altijd dat ik bij je studeerde, dat s'avonds, dat s'avonds en hier die man, zou maar alleen als ze zelf ingenieur worden. Het is toch niet ongeluk, ik had er geen raad geven. Mm-hmm. En soms de mensen zullen dat wel, de intelligente mensen zullen dat wel, ze zeggen ja, er is iets weer te leren. Maar mijn opvang had dat nu jammer genoeg niet. En het liep allemaal fout. Hè. Er is dan een tweede bijgekomen, de dien was vrij rap om bij mij te komen, de duur aan vragen en vragen. De dien is daar gebracht. Die net waren gebracht. De ander was slim en ze hebben hem gepromoveerd tot specialist in patenten. En we staan zorgen voor al de patenten van de fabriek. Dus ik ben wel gepromoveerd. de constructie is uiteindelijk verder gedaan geweest door John de Baas, de Vlasbeschap. Het zit dat poer in, hè? Dat zijn geen gasten die erbij liggen. Hè? Dat zijn gasten die onder de touw kunnen en eronder liggen en kijken en doen. Moet dat in elkaar zetten. Hè? Hij heeft mij opgevolgd. Hij heeft twee ingenieurs tussen gezeten, maar die hebben er niet te zot veel van gebakken. Hij is uiteindelijk de man die mij opgevolgd heeft. Hij was graduaat. Hij was een ingenieur. Een gradueerde. Maar ten dien is nu ongelukkig genoeg over een maand gestorven. Ja, het is rustrijk. Aan het rusten. He. Want hij werkte er niet normaal. Dat was, je kende geen uur. He. Je had aan het rusten. Dus zijn hart kon dat niet verdragen. In één keer die stuitte. Hij had een hartaanval gekregen. In de coma gegaan. Ze hebben hem dan een korte gebracht. En nog 2 dagen geleden. Het was een Ik zus op pensioen gaan met mijn jaar. Pas zijn laatste jaar. Je had al een beetje voorbereiding getroffen, links en rechts, dan ze, voor wat dan ze moesten doen. Maar weet ik, het zwaarste, die laatste 3 maanden, dat moest hij nog doen. He. En dat heeft hij niet gedaan. Dus ze zitten nu wel een beetje in de museum, ze moeten daar nu overbrengen. Nog een keer stop. Ja, 10 minuten. Ja. Waar de seconde aan het overlijden van John de Baas. Dat kan er natuurlijk niets aan veranderen.
maar ik kan onmiddellijk overschakelen op de periode dat ik dan in de verkoop was. En in de beginjaren was ik een beetje duivel doet dat, want al de vertegenwoordigers riepen naar mij. Moest ik naar Italië, moest ik naar Engeland, moest ik naar Nederland, Duitsland zeer veel. En we hadden veel klanten in Duitsland en ik moest er dus zeer dikwijls naartoe. Voor veranderingen te doen enzovoort. En ideeën. En na enkele jaren... ik ben zeker in totaal een 15-tal jaar chef-constructeur geweest. Ik ben er 18 geweest en ook, ik heb dat niet genoteerd. En dan was ik dus volledig in de verkoop. Dat was ik dan niet de minst, dat er niks meer van constructeur te zien, dat was ze dan. Dan heb ik een beetje raad gegeven die niet opgevolgd werd. En uiteindelijk zag ik dat dat niet meer goed marcheerde. En dan heb ik een verhaal aan de baas, ik had zelf mijn ideeën over wat dat er moest gebeuren. Ik heb een verhaal aan de baas voor de tekentafel te hebben. En ik ben hier beginnen tekenen. En, thuis? Thuis, ja, thuis. In de fabrieken wisten ze daar niks van. Ik mocht ermee niet moeien, ik was een kind niet meer. Ja. Ik heb hier thuis beginnen tekenen en vijf maanden later heb ik gezegd in de baas, luister, die zijn nog altijd geïnteresseerd in een spoelloos tapijt. Spoelloos. Ze bekijken mij met Rien. Precies of ze in kunnen worden donderen. Ah ja, maar zeggen ze. Wat zeggen ze daar? Ik zeg ja, ik heb dat ontwikkeld. Ik kan je een tientafel vooral. Ik heb dat ontwikkeld en ik ben zo ver dat ik overtuigd ben. Ah, maar de machine bouwelijk dat ze voorzien hebben, dat me een spoelloos tapijt te houden, die werkt. Ze hebben tot nu toe een verschillende proeven gedaan. Dat hij nog nooit resultaat had. Het resultaat was een dubbele grijper, dat dit allemaal gestaan in de schroen, in de Frans tapis. Zaten drie machines en dat draaide, maar dat gaf nooit meer productie of een machine die neemt stond die niet spoelloos was. Dus het was nutteloos van die investering te doen, want de machine gaf niet meer. Maar ik had dus wel een peertype, want enkelspoelige tapijten toen en dubbelspoelige. Want enkelspoelen was het meest gevraagd in die periode. En ik had dus mee gepointeerd op enkelspoelig. Ik zei, ik heb een enkelspoelig tapijtje toen ontwikkeld. En als ze wilt, kan ik dat uitleggen. Ik zei tegen meneer Jan van der Wielen, als ze het wil zien, kunt u het zien op een didactische tafel, bij mij op de zolder. Ik zei, doe maar uw mantel, want het is nog wat en nog koud. Het was in de winter. He. En je meekomt, en ik kon dat doen draaien zo, met hand. En al de bewegingen die er zouden gebeuren, gebeurden op die tafel. En, zegt hij, dat gewoon zeker aan, man. Ik zei, ja, ik ben overtuigd. He. Ik zei, Hans, ik zat u niet roepen. En toen nog een keer. En toen nog een keer. Zo enkele keren. En ik zag het ook, zei hij, ik denk dat het gaat. Maar ik ga ervan spreken, zegt hij, mijn gehoor. Klapte het zo. Ik ga ervan spreken, zei aan mijn broer en aan mijn moeder. En dan directeur, en dan gaan we een verharing doen. Hè. Maar dat duurde niet lang, maar met twee dagen later toch verharingen. En de professor zei, ik hoorde dat hij er iets ontwikkelde. Ik zei, zie ik kan uitleggen, zegt hij, ja, kunt u dat natuurlijk niet zien. Ik leg dat uit, ja, zegt hij. Ja, zegt hij. Ik heb de indruk, zegt hij, dat kan gaan, maar ik heb daar geen verstand van. Ik kan er niet over oordelen. Dat was een keer enkele dagen zetten voor dat te bespreken onder elkaar. Zodat dat bespreken onder elkaar, dat was eigenlijk een vrouw en een ingenieur van bij je.
die kon dat niet goed kunnen, nee, maar hij zei, als we terug verzamelden enkele dagen later, zegt hij, de ingenieur kan bijna mathematisch bewijzen, zegt hij, dat hetgeen hij zegt, dat dat niet kan gaan. Ik zei, het is mogelijk, maar ik zeg, ik weet dat het kan gaan en ik weet waarom dat hij zegt dat het niet kan gaan. Omdat hij die machine niet kent. Hij kent die machine niet en, als hij, en ik heb het al eens een keer uitgelegd en je wil het niet geloven dat het zo is. Ik zei ja. Ja, je vindt het ook, hè, want je wilt die machine niet bevrijden. Ja, het hadden 14 dagen over. En ik zei ja, dat gaat niet gebeuren. Hè. En de ene keer komt de professor in de fabriek gewandeld. Hij komt er Noël van Bogarde tegen, die bij ons in het bureau zat en die al de aankopen deed van heel het verhaal van de bureau. Dat was een belangrijke post. Hè. En ze klappen ervan. En zegt die professor, er is één ding dat ik niet versta. Wat versta je niet? Ja, maar ik zei die Arman, die heeft al 15 jaar de constructie gedaan, of 18 jaar, of zo lang. En men heeft zoveel goede machine dat we daar succes mee hadden. En dat draait de machine en de fabriek draait dat voor. En je kunt hem niet geloven, omdat hij zo geen rode diploma heeft. Want dat was natuurlijk tegen de skeenschem van de professor van de universiteit. Hè. Maar ja, dan maar dat hij telde. Hij zit een beetje te pijzen, hij heeft me dat zelf verteld. Hij zegt, nou wel, zegt hij, hetelijk. Hetelijk, zegt hij. Het is dat ik knoop zit. En zegt hij, nu is het wat verwarring. Zegt hij, Herman, wat moet je in? Het kartenblauws. Wat moet je in om je machine te bouwen? Zijn machine, als ze daar stond in de fabrieken, maar dat er niks stel op bij is van jacht. De skietspoel, nee, al die skietspoel moet eruit. En we zetten die machine in een zaal apart. Zeggen hier met de fabriek, hè. In een zaal apart. En het is afgesloten. En ik heb de sleutel. En we beginnen morgens om 5 uur. Met 2, 3 man dat ik kunt kiezen. Ervaren mechaniekers. Hè. Ik zei, we gaan dat morgens. En ik ga daar zin van zijn eerste 5 uur. En ik was er tot het kar van nacht. En ze wisten wat ze moesten doen. En ik ging in het kar van nacht gewoon op een bureau gezeten in de markt. Niemand wist er wat we met me bezig waren. Na een maand of twee begonnen ze dat te zien dat er iets los was. Hè? Maar ze wisten niet wat. Hè? En ik kreeg dus de volmacht voor de atelier. Als ik een stuk moest hebben, dan kreeg je overal voorrang. Dat zegt hij, als de machine staat, maar een stuk afsmijden en direct duwen maar. Onmiddellijk, zegt hij, want we mogen geen tijd meer verliezen. Dat moest zo rap mogelijk gebeuren. Zegt ze met haar neus, dat kent hem zeker. Hè? Herman, zegt hij, hoe lang op je ziet dat gaat duren? Ik had dat niet aan gedacht. Ik zeg, zoals ik dat zie, 6 maanden, ik zei, het moet omdraaien met tapijt. Hij antwoordt mij, Herman, hij zei, zot. Ik zei, waarom? Wat jij dat hij nu zegt, is vooral een ingenieur 4 of 5 jaar, voor zo'n ontwikkeling. Ik zei, ja, maar ik zei, ze weten niet dat er wat aan ze zoeken, ze moeten nog eerst weten dat er wat aan ze zoeken. Daarom duurt dat zo lang. En professor Carte Blanche, Muldol in de wereld. En ik kreeg 2 zeer goede monteurs, of 3. 2 van de fabriek en 1 die in Linofil werkte. Dat is kader 3. En we bouwden een kamer in Linofil met de leemplaten, die leemplaten. En een deur. En ik zat er dan binnen, een oudje dat nodig had, een goede werkbank of 2 en 3 goede man. En we bossen ze eraan. He. En ik had tekeningen gemaakt en ze bossen ze er te maken. En al dat ik wilde van het atelier, weer onmiddellijk gemaakt.
Ik kwam naar daar, dus me verloor weinig tijd. Hè. Op 5 maanden stond die machine te draaien met tapijt. Met tapijt, ze weefde. En ik was naar Joegoslavië. Dat is dan nog heel tijd te draaien, maar ze bruiden nog niet 100%. En ik kwam naar Joegoslavië die week. En ik kom terug, de vrijdagavond en zaterdagmorgen bellen we wel. Die aankoper daar, belt die Armand, dat jammer dat je niet wordt, zegt hij. Ik zeg, waarom? Oh, zegt hij, ik krijg een groot deel van de tussenwevers hier, van de streken, opgeroepen om te komen kijken naar die machine. En ze stonden rond te dragen, zegt hij, want er stonden hier 20-30 man, zegt hij, te kijken. En ze zijn eindelijk weer een frank kunnen verdienen. Want het tapijt zat plat, hè. Van de wielen werkte nog maar een 40-50 man. En dat was een bureau, plus een ploeg. En als er klant kwam, dan zat die ploeg hier voor het bezoek. En als onze weg ging, ging die ploeg dat, en ze hadden op een andere plaats weer te werken. Ze dachten dat er een beetje volk in de fabriek was. Ja, ja. Dat was een truc, maar we hadden geen werk. En zei de professor, die machine in Milaan staan, zegt hij, in de expositie. Ik weet niet of dat weet, maar om de 4 jaar is er een textielmachine van tentoonstelling en dat noemt de ITMA. International Machinery Exhibition. En ja, ik pruttelde een beetje, ik zei, dat kan niet. Hè. Ik zei, ik heb die machine gemaakt, ik stak met een beetje, gelast en getapt, tot ik was wat ik wilde zijn. Ik zei, met zo'n machine kan ik niet naar de expositie gaan. Hè. Ik zei, dat trouw je wel, dat is goed. Maar dan ga je machine wel in de expositie te staan. Hè. Ik zei, nu moet daar aan maken, dan moet van alles doen. Op te zorgen, en dan moet een beetje een stroomleid zijn, moet een raskar enzovoort. Stop 1.